Goedemiddag, u kijkt naar het Weergenaal van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen zien we lage bewolking boven het vasteland van Europa, maar boven de oceaan komt al geleidelijk aan een oceaanstoring dichterbij. Momenteel regent het ook stevig door in Ierland en enkele delen van Schotland, en met die storing krijgen we uiteindelijk morgen in de loop van de avond te maken. Maar wanneer ik eventjes iets verder inzoom op de kaart, dan is te zien dat het noorden van het land toch echt flink bewolkt is. Moet ik wel eventjes elkaar terug natuurlijk? Flink bewolkt is met daarbij ook lage temperaturen overdag. In Flevoland komen de temperaturen in de middag zelfs niet eens boven het vriespunt uit. Van een ijsdag is eigenlijk geen sprake vandaag, want vannacht om 12 uur lag de temperatuur in die regio nog boven nul. De komende nacht wordt het opnieuw een koude nacht, met op veel plaatsen in het oosten en midden van het land toch wel weer lichte vorst. Lokaal komt nog mist voor, maar de wind die draait naar het zuiden en trekt wel wat aan, ...worden de kans op grootschalige mist wel een stuk kleiner is dan de afgelopen nacht. Aan zee begint later in de nacht de bewolking toe te nemen en is het ook iets minder koud met temperaturen boven het vriespunt. Morgen wordt het dan uiteindelijk in de loop van de dag bewolkt, en de temperatuur loopt daarbij op naar 4 tot 6 graden. In de loop van de middag dan is het geheel bewolkt in het westen van het land en gaat er uiteindelijk ook wat regen of lichte regen vallen. Tot aan de avond blijft het in het oosten droog, maar uiteindelijk zal het overal gaan regenen. De wind is dan inmiddels naar het zuiden gedraaid en meest matig van kracht, 3 of 4 bijvoorbeeld, En boven het IJsselmeer en op de wadden misschien nog vrij krachtig, windkracht 5. De komende dagen dan blijft het wisselvallig en met name op donderdag en zaterdag valt regen. Vrijdag is het nog overwegend droog met zo nu en dan ook wat ruimte voor de zon. Maar wel gaat een oceaanstoring ervoor zorgen dat het vanaf zaterdag toch een flink wisselvallig wordt en ook onstuimig. Aan zee kan het dan stevig gaan waaien, met op eerste kerstdag misschien zelfs wel een stormachtige wind aan zeewindkracht 8. Dat wisselvallige weer zien we ook terug in de pluim, want de, de temperatuur die gaat met name in het weekend flink oplopen. Zondag, dus op eerste kerstdag, op sommige plaatsen misschien wel 12 graden, en ook op tweede kerstdag wordt het zacht, met op sommige plaatsen 10 graden. Daarna neemt hoge druk waarschijnlijk het, het weer weer over. Maar dan wordt het wel ietsje koeler, blijven we nog steeds rond of iets onder normaal voor de tijd van het jaar. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl